De sfeer in het Oscar van Kesbeek Stadion zit er al van bij de aftrap in. De eerste kans is wel voor Jong KV. De kopbal van Bohets belandt op de dwarsligger. Aan de overkant kan Ventose zich doorzetten op de flank. Wuits is gevolgd, maar Ventose legt de bal te ver naar achter. Ventose kan minuten daarna opnieuw een rush inzetten en het zelf proberen. Iglesias met enige moeite. Racing dringt aan tot de bal met de hand beroerd wordt binnen de 16. Ref Bogaerts wijst resoluut naar de stip. Wuits zet zich erachter en knalt de 1-0 op het bord. Lang kunnen de thuissupporters niet genieten van de voorsprong, want wanneer Lefranc ongehinderd mag koppen, gaat de bal over Smet in doel. 1-1. De sfeer op het veld begint derbyallures te krijgen en potjes dreigen over te lopen. Op slag van de rust krijgt Mouda een tweede geel karton onder de neus geduwd. Racing moet nog meer dan een helft verder met 10. Na de pauze gaat Jong KV op zoek naar de voorsprong. Bafdili kan net niet bij een voorzet van Amouzou. Stanic duikt wat later op voor doel, maar Smet zit er goed tussen. Met nog een kwartier op de klok is KV er opnieuw zeer dichtbij. Keulemans in twee keer maar naast. Racing kan daar weinig tegenover zetten tot in minuut 80 er een geharrewar ontstaat voor het bezoekende doel. De Pape kan bij de bal en tikt de 2-1 voorbij Iglesias. De thuisaanhang is dan het delirium nabij. Jong KV probeert nog maar 10 racingers leggen hun kop ervoor. De stand wijzigt niet meer. Racing blijft nog heel even de ploeg van stad in tweede amateur. Controle gehad. Op het moment een goede kans hebben ingevoetbald. Maar niet gewonnen. En zeer zuur. Dat komt, ik kan eerlijk zeggen, komt hard aan. We beginnen de derby al gaan winnen. We wisten dat het een beladen wedstrijd ging zijn. En als je dan thuis die 2-1 kunt over de streep trekken, ja, dan denk ik met 10 man, ja, denk ik dat dat een fantastische prestatie is vandaag.